kijkt naar een gloednieuwe video op mijn YouTube kanaal. Vandaag een hele andere soort video, want het is geen kletsvideo. Is het eigenlijk wel, maar geen tag of challenge of shoplog. Nee, het is een persoonlijke update video. In deze video ga ik jullie wat vertellen over hoe ik het ga doen. Na deze maand met mijn vlogs. Wat voor video's en welke dagen er online komen op mijn YouTube kanaal. Wat voor dagen video's online komen. En mijn school en hoe ik het wil gaan aanpakken met mijn YouTube kanaal. Dus ben je benieuwd wat ik allemaal te vertellen heb over mijn YouTube kanaal? Blijf vooral kijken naar deze video. En dan gaan we beginnen. Laten we eerst beginnen over school. Ik ben over. Ik ben nu naar niveau 2 gewoon gaan. Leerjaar 2 van de opleiding Sign. Daar ben ik super blij mee. Ik ben er super blij, ook trots op dat ik het eigenlijk wel heb kunnen laten bewijzen. Dat ik het kan, want ik heb best wel veel in een dipje gezeten. Omdat ik mijn opleiding gewoon echt niet leuk vond. Maar ik het wel heb afgemaakt. Of moet gaan afmaken. Dit jaar is mijn laatste jaar. En het is maar een half jaar. Dus ik ben in april ben ik klaar. En ik kan me volledig gaan storten op YouTube. Dus dat. Ik heb een superleuke klas. Maar mijn vrienden gaan dan weg. Sophie en Marcia en zo gaan allemaal weg. En die gaan naar een andere klas. Want die hebben niveau 3 en 4. En daar ben ik bepaald ook wel van. Maar ja, misschien maak ik wel weer nieuwe vrienden. Like always. En ik wil volgend jaar wil ik wel. Dat is wel trouwens één ding wat ik wel wil gaan doen. Het volgende schooljaar. Gewoon vrolijker doen. Dat doe ik al. Maar gewoon meer opletten. En meer initiatief tonen. En gewoon veel meer bereiken. Wat ik nu al heb bereikt met mijn school. Want ik heb het wel laten zien. En dat ik het wel kan. En zo. Nummer 2. Dat zijn de vlogs. Zoals jullie weten ben ik. De maand augustus ingegaan met elke dag een vlog. Ik vind het zo ontzettend leuk. En ik heb alweer afspraken, hele leuke afspraken staan in september. Dus ik ga door met vloggen, dagelijks. Maar dan ga ik wel één ding veranderen. En dat is de naam. Want nu is het zeg maar zo'n summer vacation. En dat wordt nu in september. Als de school weer begint, wordt dat een hele andere naam. Laat me even weten in de comments als jij een leuke naam weet. Of stuur me een berichtje via Twitter of Instagram. En hier zal mijn Twitternaam staan. Of anders in de beschrijving. Dus daar wil ik mee aan de slag. Dus ik ga door met dagelijks vloggen. Jullie hoeven me niet te missen. En ik heb hele leuke afspraken in september. Los van september zeg ik ook wel of ik doorga met vloggen in oktober. Of ik het gewoon... 1 jaar lang volhouden, dus tot volgende week, volgend jaar augustus, doorgaan met dagelijkse vlogs. Dat laat ik jullie nog wel weten via social media, of ik vertel het gewoon in de vlogs. En dan 3 video's. En dan stap 3 video's. Nou, zoals jullie kunnen zien, daar vlog ik nu elke dag. En ik upload het ook elke dag, om 4 uur op mijn YouTube kanaal. Maar er komen 2 video's per week bij. Dus na de 7 vlogs die ik al heb, komen er 2 video's bij per week. Dat kan een kletsvideo zijn, dat kan een tag zijn, dat kan een shoplog zijn. Dat kan een challenge zijn, dat kan een outfit of the day video zijn, dat kan een lookbook zijn, dat kan alles zijn. En die video's die komen op de maandag en zaterdag om 3 uur. Dus een uur voordat de vlog online komt, komt nog een bonus video online. Dus op maandag en zaterdag heb ik een nieuwe video voor jullie. Als laatste punt is 22 augustus Wii Battle. En daar strijden 2 teams tegen elkaar. Dus 4 YouTubers, 2 teams. Je hebt team Sinette, die bestaan uit Cindy Lee en uit Lynette. En team Sabin, en die bestaan uit Kim en uit Sabrina. En ik ga erheen, ik ga het ook vloggen voor jullie natuurlijk. Dus die komt, de vlog van Wii Battle komt 29 augustus online. Als jullie deze video zien, moet die nog online komen, die vlog. En dan was dit de persoonlijke update video. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan een dikke duim omhoog. Vergeet niet te abonneren hieronder de video. En vergeet zeker geen berichtje achter te laten hieronder de video met wat ik net allemaal heb gevraagd in de video. En vergeet me niet te volgen op Instagram en Twitter en Snapchat en Facebook. Dat lijkt me super leuk. En dan zie ik jullie volgende keer weer bij een brand nieuwe video. Dus tot volgende keer. Doei doei!